alleen net of voor jezelf of voor... Al is het voor friggin' Ganon. Als het niet te veel tijd kost natuurlijk. Dan moet je ze aan elkaar koppelen, Emil. Dat scheelt weer. Dit is echt een nasty level. Yay! Yay! Dit gaat ook fijn worden. Soms is het alleen een beetje irritant dat de achtergrond en de kleuren die zijn precies hetzelfde als Bandit-Sport. Henk! Henk is gemu! Gemu! Oh, als jullie bijvoorbeeld een request hebben of zo, of een moeilijk spel, waar je denkt van dat moet Zurk gaan doen, dan moet je het gewoon mailen, of zeggen, of op mijn Facebook plaatsen. Ik speel alles wat moeilijk is. Ik vind moeilijke spellen zoals dit, of ja, moeilijk, skill-based. Oh, ik ga zeker I Wanna Be The Guy spelen. Zeker. Of the impossible game.
Kijk, deze heb ik dan wel weer gedaan. Ik heb zeg maar eerst zo kort in Ellie zitten spelen. Ik heb een beetje gaan kijken welke levels makkelijk zijn. Of ja, makkelijker dan de rest. En die geprobeerd eerst te doen. Voordat we beginnen met alle moeilijke Cotton Eddy levels. In ieder geval op de kruisdoos. Nu gaan we er gewoon hardcore doorheen. Dit valt echt reuze mee, zeg maar. Dit is gewoon timing. Puur timing. En gewoon goed je sprongen inschatten. Kijk, we zijn nou weer klaar. Oei! Deze heb ik ook gedaan. Deze is zo irritant. Deze is echt bloed irritant. Kijk altijd clockwise van rondjes. Is die druk. En die. Ik vind het echt wel een van de beste spellen, eerlijk gezegd. Het is echt een fantastisch. Super Meat Boy is echt een fantastisch spel. Ook al ziet het er best wel frustrerend uit. Als je ervan houdt, zou ik zeker zeggen doen. Halen. Hij kost maar 10. Ja precies, het is meer een beetje geluk hebben met die raketjes en gewoon blijven lopen. 10. 10 euro, volgens mij. 800 Microsoft Points op de Xbox, 10 euro of 10. Ja precies, Indie is altijd gekomen, Indie is op top. Hebben jullie een favoriete indie game? Of een favoriete indie developer? Ja, Edward, of weet ik weer? Edmund. Diezelfde maker als van Super Meat Boy is dat. Ik vind die hele artstyle van hem is gewoon fantastisch. Machinarium. En Space Pirates versus Aliens. Space Pirates en Aliens. Space is ook awesome. Fantastisch spel. Alleen heel erg diep. Dus je moet er echt voor gaan zitten, vind ik. Nee! Jongen! Dat meen je niet! Ga weg! Dat meen je niet! Meen je niet? Jongens!
ik ben ook wel van plan, als het echt, om een, af en toe een giveaway te doen, voor bijvoorbeeld dat ik een Steam spel koop of een indie of zo, of een indie bundle. En dan dat we een actie gaan houden op de stream. En dat er dan de winnaar krijgt een key van een giveaway. Wat vet! Het leuke van indies is, ik steun indies. Ik steun indie games en indie companies en zo. Dus ik vind het echt helemaal niet erg om bijvoorbeeld extra een spel in te kopen. Want zolang het hen steunt. Geen idee, bijvoorbeeld iets van een share actie of zo, of iets creatiefs doen, of gewoon. Weet ik veel, we zien wel. Gewoon iets leuks. We maken er gewoon wat leuks van. Lead! Precies. Wat vet! Ja, ik doe het ook wel eens op mijn Facebookpagina, op Metal Sonic. Ook wel eens een giveaway, is ook leuk. De laatste wat ik had weggegeven was Darksiders. Awesome, die mensen helemaal blij. Darksiders, you're my name, thank you much. En Awesome uit 3 keer. Zo met Jess Winkle. Als je in de Facebook fan, zal er maar een fangroep kijkt, dan staat voor mij staat mijn naam er altijd tussen. Heel makkelijk te vinden, of niet te zoeken. Kom me vanzelf tegen. Bam! Oh, deze is ook zo fijn. Deze heb ik wel gehad op Xbox. Na lang zweten. Oh, wacht, ik weet wel wat beters. Hoef je niet te zoeken. Alsjeblieft. No problem. Nee, mijn gamertag is Undead Ninja Duck. Ninja Duck. Ninja Duck is ooit gekomen vanwege een YouTube kanaal. Ik ging zeg maar een YouTube kanaal maken of editing en zo. En die moest natuurlijk een epic naam hebben. Nou, Ninja Duck. Eternal Ninja Duck. Waarom ook niet? En het is verder gegaan in wat voor Ninja Duck, in dit Ninja Duck. Nou, dat is allemaal versies van de Ninja Duck. Even kijken of we zijn. Oh, we zijn over de helft, joh. Get life. Yay. Even kijken, Games of the Night.